Ik heb zo'n honger. Ik kom bijna niks taal. Ik heb daar zo lang niks gegeten. Ik heb honger. Echt honger. Ik wil eten. Honger en dood. Oh, kijk. Eten graag. Ik wil eten. Ik wil eten. Ik wil eten. Eten. Ja, wat er op dit moment gebeurt is dat er heel veel graan en mais wat ze biobrandstoffen noemen, omgezet worden. Dus dat ze er gewoon benzine van maken voor auto's. En dat is allemaal, dus in feite inderdaad eten in je benzinetank stoppen. En dat is nogal schadelijk. Want dat betekent inderdaad dat er gewoon steeds minder eten overblijft. En vooral dat het eten wat er is veel en veel duurder wordt. En daardoor hebben we op dit moment steeds meer mensen honger. En dat is gewoon een verkeerde zaak. Daar zouden we zo snel mogelijk mee moeten stoppen. Nou, het is zo. Ik ben wel voor biobrandstof, maar niet voor biobrandstof die voor mais die gebruikt wordt als biobrandstof. Terwijl er nog mensen van overal omkomen. Kijk, als je echte biobrandstof, zoals stukken hout wat je in de natuur vindt, en die gaan verbranden, of afvalstoffen zou ik maar zeggen, die weer voor biobrandstof gebruikt kan worden, ben ik niet op tegen. Maar als ze iets gaan maken waardoor kinderen en oude dagen en iedereen geen eten meer krijgt, omdat wij zogenaamd die schoon moeten rijden, vind ik ook onzin. En als ze biobrandstof gaan gebruiken op dat energieverspilling maar doorgaat, dan ben ik er ook op tegen. Ik ben dus ook tegen als ze biobrandstof zouden gebruiken voor plastic tassen. Want je kan net zo goed je eigen tas meenemen, dan heb je ook geen plastic tas nodig. Die kunnen ze beter wat ergens anders voor gebruiken om mensen eten te geven. Dat is natuurlijk vreselijk. En ik denk ook dat, dat wij hier heel veel daaraan kunnen doen. Door bijvoorbeeld te letten op wat we eten, te letten op hoe we ons vervoeren. Dus moet je per se met de auto of kan je ook met de trein? Moet je per se vlees eten of kan je ook plantaardig eten? Waardoor je de mensen en het milieu veel minder belast. Dat mag ik niet eten. Dus ik denk dat we zelf er heel veel aan kunnen doen. En dat, we halen op dit moment al heel veel voedsel uit Afrika. Alle chocola en koffie en allerlei andere producten komen daar vandaan. Als we daar nou eens mee zouden stoppen en de boeren daar de kans geven om weer hun eigen voedsel te verbouwen, dan zou het vrij snel gedaan zijn met de honger. Want op zich is er eten genoeg en is er grond genoeg om het te verbouwen. Alleen we doen het niet. En dan zouden we ook niet meer mensen in Afrika geld en eten meer hoeven te geven. Omdat ze dat eigenlijk best zelf kunnen maken. Ja, maar daarom denk ik ook dat geld geven aan een organisatie die daar dan projecten mee opzet. Of in ieder geval daar iets mee zegt te doen. Ik denk dat het niet heel erg zinvol is, omdat de problemen die bijvoorbeeld in Afrika zijn, die hebben heel erg te maken met wat wij hier elke dag gebruiken. Dus kunnen we veel beter een andere keuze maken in wat we gebruiken, dan dat we geld geven. Omdat, ik denk dat het veel effectiever is.
Dat in ieder geval heel veel milieuschade veroorzaakt. Als je vlees eet, dan eet je eigenlijk veel meer voedsel omdat je al die dieren ook te eten moet geven. Dan dat je zou eten als je gewoon planten zou eten. En daarvoor worden heel veel regenwouden gekapt en wordt heel veel gif en kunstmest gebruikt. En, heel veel energie gebruikt. Als je dat niet zou doen, dan en gewoon planten zou eten, dan scheelt het heel veel. Ja. Er zo mensen om ze te vangen. Ja, of mensen die autostrades zouden maken op de plaatsen waar die dieren leven. Ja. Dus dan komen er stroppers en de mensen willen een autostrade maken en dan moeten die dieren weg. En dan komen apen en dan willen stroppers zo apen gevangen. Goed zo. Maak nog meer keuzes. Nu. Oh, ik kan jou echt niet gebruiken. Doe nu! Daarvoor krijg ik geld. En jullie, maak jullie keuze nu! Doe niet zo! Kijk uit, hè! Rol op! Ja! Dit is zo zielig! Ik wil dit niet zien! Dit is zo zielig! Alleen voor geld dieren gebruiken, dat is toch... onzin! Ik kan hier beter nooit meer heen gaan. Geef het je geen geld. Doe je nou? Daarvoor krijg ik geld. Ik wil hier niet heen. Anders geen eten voor de dag. En jij? Wat zit je laten liggen jij? Gewoon olifant. Maar kijk het nu! Ja, goed idee. Maar hoe kunnen we dat doen? Sta je op? Zeg jij hoeft me niet te zeggen of ik goed ben in dierentuin of niet. Dieren, kom! Ja. Kom met ons mee! Nee! Jullie gaan eten van de dag! Komen jullie hier! Wat vindt u van de dieren in de circus? Dieren in de circus hebben een heel verschrikkelijk leven. Want ze, hun hele leven zitten ze opgesloten. En moeten ze kunstjes doen, moeten ze rare pakjes aan doen, moeten ze allemaal dingen doen die ze normaal niet zouden doen. Dus dat wordt een gedwongen door bijvoorbeeld dat hun pijn wordt gedaan of dat ze geen eten mogen als ze iets niet doen. En ze worden de hele tijd heen en weer gesleept. Elke week gaan ze naar een andere plek en dat geeft heel veel stress voor dieren. Dus het beste is dat de dieren niet in het circus zitten, maar dat ze ja, of in vrijheid leven, dat ze niet uit de natuur weggehaald worden. Of dat ze nog een goede opvangplek krijgen voor de rest van hun leven.